Wat heb jij nou op je gezicht zit? Een Twix. Zoiets? Ja. Helemaal, ik ben Mandy en vandaag zit ik niet alleen. Ik zit vandaag weer samen met Jamie. En ik zit dit keer in een oud pyjama shirt. Want Jamie gaat iets heel erg leuks doen. Ze heeft hier op een tafeltje allemaal make-upjes liggen. En vertel me wat je gaat doen. Ik ga met Mandy een Halloween look maken. Niet dat ik daar gespecialiseerd of zo in ben, maar... Vind je het gewoon leuk om te doen? Ja, toch? En we gaan het gewoon proberen om er nog lelijker te maken. Nee, grapje. Dankjewel. Eigenlijk zijn we nu al klaar. Dit was het. Nee, grapje. Fijne dag verder. Doe een duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren. Nee, dat was een grapje. Doei! We gaan gewoon beginnen. Ik ga als eerst mijn haar maken. Nou, ik heb dit hartstikke lelijk staartje in. En we gaan beginnen. We gaan tussendoor ook alle producten laten zien. Even close-ups. Kunnen jullie zien wat we gebruiken. Gewoon oude make-upjes en smink. We zijn ingezoomd. Prachtige close-up van mijn hoofd. Deze blaadjes shine hier ook. Even achter Jamie haar hoofd. Voor het herfst-effect. Halloween-effect. Ik ga beginnen met huidolie. Van de Kruidvat. Die gebruik ik zelf... Elke dag ook. Dat houdt je huid gewoon gezond en goed. Dus dat ga ik ook even gebruiken. Het gaat ruiken. Weet ik. Het ruikt best wel lekker. Klopt, het ruikt naar amandelen. En het fijne aan deze olie is dat die heel snel intrekt. Dus dan blijf je niet de hele tijd vettig. Oh, dat vind ik zo vervelend dat het zo is. Dat het intrekt. Nee, dat het, als het vettig blijft juist. Het is echt naar, want dan voel je dat echt zo. Ik ben ook best wel benieuwd. Gaan jullie iets doen met Halloween? Oké, er is niet echt veel veranderd, maar is logisch. Ik ga eerst de basis aanbrengen met gewoon witte smink. Maar ik ben al wit genoeg volgens mij. Dan pak je gewoon een spons voor smink. Ik gebruik meest smink en ook wel make-up, maar het meeste smink gewoon. Ga je dit op heel mijn gezicht doen? Ja. Oké. Vorig jaar had ik ook mezelf voor Halloween helemaal eng gemaakt. Want nu hier foto wilt. Bloep. Even sound effect. Heb je dat niet bij? Oh, dat was dat meisje. Ja, ik had een eng meisje met allemaal bloed uit haar ogen. Ja, die was wel echt cool, ja. Je doet lekker ghost. Oh mijn god. Nu kunnen mensen niet meer zeggen dat je van jezelf bleek bent. Nee. Ik vond het echt een beetje Joker of zo. Nee, hoe is een persoon die altijd zo gaat doen? Een memespeler. Ja. Oké, ik heb ongeveer de basis erop zitten. Misschien wil ik zo meteen nog wel even bijwerken. Vertel maar. Ik ga nu even, soort van, niet helemaal. Oké, dat vind ik echt raar. Ik ga zo erg maar contouren. Maar dan extra heftig. Ik snap het. Zeg maar dat je echt, of het lijkt of ze dood zijn, echte cheekbones, of ik hoe je dat noemt, ziet. Deze ga ik dus gebruiken. Ja, dat is deze kleur. En die ga ik even extra shaping doen. Hey, wat heb jij nou op je gezicht zit? Een Twix. Oké, nu ga ik gewoon met... met een scherpe kwast, gewoon een grote kwast. Dus afgesneden kwast. Ja, afgesneden grote kwast. Ga ik met zwart. Gewoon zwart smink. En voor mensen die afvragen wat voor smink we gebruiken, ik. Het is smink van onze moeder. Het is gewoon goed merk, want mijn moeder gebruikt het voor haar werk. Ah, dat rijdt! Sorry. Helemaal excited. Ja. Dit ga ik gewoon weer... Wat? Het voelt echt heftig. Pak ik een sponsie, die ik ook heb gebruikt voor de basis. Oké. Ja, hele dikke contouring. Leer contouren met Jamie. Eigenlijk niet. Ik heb er geen verstand van. Oh. Nou, dan ga ik weer met de droge kant die ik net had. Ga ik weer even, eigenlijk gewoon net hoe je make-up een beetje doet. Even strakke lijnen zetten. Eigenlijk niet heel erg. Het voelde niet echt strak, ik wou net zeggen. Maar gewoon even iets witter maken, want ik heb net een beetje weggeveegd hieronder. Even bijwerken. Oké, dan ga ik nu met oogschaduw werken.
gebruik gewoon het skeren pakket. Van iets van vroeger volgens mij. Ja, klopt. Maar het is best wel gewoon goed en zo. Ik ga zwart gebruiken. Ik breng nu ook aan zeg maar, op het ooglid, maar dan wel iets lichter dan hier. Ik praat nu echt of ik hier verstand van heb, maar dat heb ik niet. Dat is toch goed. Ook als je een presentatie houdt of zo, moet ik ook wel eens doen op school. Je snapt er niks van, gewoon doen alsof je het snapt. Of duidelijk brengen, geloven mensen het wel. Wacht, ik maak de squash nat, heb ik van Jessie Maya geleerd. Shout out naar Jessie Maya. Je moet alles ook goed uitblenden bij de ogen, want het moet ook niet te heftig zijn. Ik ga hierna nog wel met smink erover, maar dit is zeg maar gewoon voor het goed uitgeblend. Ik weet niet of dat echt heel veel zin heeft, maar volgens mij wel. Ik denk niet dat iemand dit gaat nadoen, maar het is grappig voor het idee. Weet je wat gewoon bizar is? Dat zou ik me gisteren zitten bedenken. Toen met Chantal aan het praten was. Shout out naar Chantal. Vind je heel leuk. Nee, goed verhaal niet. Dat, zeg maar, Halloween Fright Night in Walibi, dat lijkt me eng. Want ik hou gewoon niet van horror. Alleen het is gewoon bizar. Je weet gewoon dat het echt, dat het eigenlijk nep is. Zeg bijna fout. Maar gewoon, het blijft eng. Want die mensen zijn zo maar je opgemaakt. Weet dat ze je aan kunnen raken. En ja, dat maakt het eng, denk ik. En dat is echt gewoon bizar, eigenlijk. Nee, want het is logisch. Want ik vind horror op films echt niet eng. Ik vind het gewoon echt gewoon leuk. Maar, ja. Maar in het echt, zo vind ik het ook niet chill. Maar ik zal er wel naar heen, naar Walibi Fright Night. Oh, en by the way, ik ga nu met gewoon zwarte smink weer. Ga ik de oogleden waar ik nu aan mijn neus. Wat ik net met oogschaduw heb gedaan, ga ik nu met smink even doen. Zwarte smink, toch? Zwar, ja, gewoon even iets dikker aanzetten. Ik ga nu een beetje grovere wenkbrauw maken, want ja, dat maakt toch wel iets ander effect. Zo, vertel het weer maar. Nou kijk, ik sluit nu nog een beetje van panda of zo. Maar ik heb de wenkbrauw gewoon donker gemaakt en hier heb ik iets lichter gemaakt op de oogleden. En ik heb zeg maar dit soort van gecontourd, maar met zwart. En ja, ik ben er toch een beetje wit bij werken, want ik heb het een beetje hier verpest. Maar jongens, ik doe maar wat, hè, dus. Maar volgens mij, zeg maar, hetgeen wat je heel veel doet, is iedere keer schaduw maken, lichter maken, schaduw maken, lichter maken. Heel veel laagjes om elkaar een beetje proberen wat goed voelt, denk ik. Ja. Maar nu ga ik nog een keer met die, Egyptian. Geen Egyptian. Oké, nu ga ik met een heel dun penseel. Ga ik met zwart lijntjes zetten op de oogleden. Zeg maar van die aders moet dat zeg maar lijken. Iets vervagen, dat is zeg maar iets natuurlijk kun je niet noemen. Maar dat het natuurlijk iets zeg maar minder heftig. Ik maak nu nog. Oh. Het ja, ik maak het hier nog een beetje grover hierboven. Ik ga nu met deze rode smink. Ga ik aanbrengen onder de ogen. Voordat het nepbloed erop gaat. Het nepbloed gaat er nog niet op, maar dat kan dan even drogen en alles. Dat is dan even alvast het voorbegin. Maar zeg maar, ik ga niet helemaal nepbloed hier onder je oogbal doen. Dus dan heb je daar zeg maar rood alvast. Wat echt lijkt of je bloed houdt. Dan hebben we de rood gehad. Dan gaan we nu even de lippen doen. Dat doen we dan met gewoon zo'n penseeltje. Nee, nee. Ja. Zo. En dan doen we met zwart. En wit. Heftig. Dan gaan we even de. Ja. De zwart aan de binnenkant van de lippen. Dat het echt lijkt alsof ze een beetje wel dood is. Ga ik in de waterlijn dit doen.
Ik weet het is een lip liner, maar kwam ook met oogpotlood is eigenlijk al de bedoeling eigenlijk. Ik heb bij de oogleden, bij de aders zeg maar, heb ik ook even een beetje lip liner aangezet. Zodat het een beetje bloederig lijkt allemaal. En nu zit in de waterlijn, dus nog enger. Dan gebruik ik deze poeder. Ik laat nu alleen het dekseltje zien, want hij is kapot. Aardig kapot. De matte poeder. Ik ga het even, dat het niet helemaal glimt. Golder maar een glim. Oké, we gaan nu het topping doen. Het nep bloed. Dat gaat het geheel gewoon echter maken. Ja, want nu zit er best wel nep uit. Maar als je dit op straat in de avond ziet, word je daar niet heel vrolijk van. Het is donker. En Jamie, waar heb je het net bloed gekocht? Want er gaan waarschijnlijk veel mensen zich afvragen. Bij de Xenos. Maar ze kopen het was ook al bij een feestwinkel in de buurt. Ja, maar bij de Xenos is het koop 1 euro of zo. Oh. Nou, tip, Xenos dus. Je hebt daar ook spul, dat kan je op je kleding spuiten en dat gaat er gewoon weer uit. Oh, dat had je vorig jaar toch? Dat heb ik dit jaar weer. Maar als je dus ook nog een hele outfit aan hebt, kan je het inderdaad ook nog helemaal door laten lopen op je kraag en op je kleding en zo. Ja. Dan is het nog echter. Ik ben wel gewoon fucking vet eigenlijk om bij Walibi Friday te werken. Ook al vind ik het zelf doodeng. Het is gewoon anders of zo. Het is leuk om mensen bang te maken. Maar dan ben ik bang dat ik alsnog schrik van allemaal andere mensen. Make-up zit erop, nu gaat ze mijn haar doen. Nee. Ik heb echt stijl haar, dus dat wordt echt niks. Ik gebruik haarlak. Oké, ik ga hem toperen. Als je niet weet wat het is, dat is zeg maar dat je zo doet, of met een kammetje. En dan zeg maar een soort van pluizig wat. Je gaat tegen de haarrichting in. Ja. Dus je pakt een pluk, zet je hand erop en dan duw je het naar boven. Het is echt heel niet fijn voor je haar. Nee. Mm-hmm. Maar ik heb het over voor dit. Nou, dit is het eindresultaat. Je hebt net close-ups gezien. Mijn haar werkt alleen niet zo mee. Ik heb super stijl haar, dus dan werkt het toperen niet echt. Maar jullie snappen het idee. En dit is geworden. Ja, het ziet er nog best wel fake-achtig uit. Maar Manny's huid pakt de smink niet op sommige plekken heel goed. Dus dat is nog best wel lastig. Dus maar misschien was het toch wel heel erg leuk om te zien. Ja, en vanaf een afstandje ziet er beter uit van dichtbij. Dus. In het donker met Halloween. En een outfitje erbij. Ja. Maar dan zou ik voor nu zeggen, bedankt voor het kijken. Vergeet Jamie niet te volgen op Instagram. Komt hier in beeld staan. En volg Jamie dan eventjes. Laat me ook even weten of jij altijd iets doet met Halloween. Of wat je dit jaar gaat doen. Lijkt me wel leuk om te lezen. En dan zou ik voor nu zeggen, bedankt voor het kijken. Vergeet geen blauw duimpje omhoog te doen. Te abonneren, te reageren. En tot de volgende keer. Joeg! Ik zei you. Jij zegt altijd you.